Bij Peuter Recycling op de Veerplaat is donderdagmorgen om 10:55 brand uitgebroken. De brandweer rukte met veel materieel uit. De oorzaak is nog niet bekend. De brand is ontdekt door medewerkers van het bedrijf zelf, die daarna ook snel gealarmeerd hebben. De brandweer kwam ter plaatse, zag wat rook uit de loods komen en heeft daardoor ook snel opgeschaald naar grote brand. Bij verdere verkenning bleek de brand doorgeslagen te zijn in de wand. Dus die zat in de isolatie van de wand. En daar hebben ze de brand heel snel kunnen blussen. Waardoor het een vrij klein incident gebleven is, gelukkig. Omdat de brand door een medewerker is ontdekt, kon iedereen tijdig het pand verlaten. Het is de tweede keer in ruim 2 jaar tijd dat Peuter te maken heeft met zo'n grote brand in een van de loodsen.